We hebben drie onderwerpen, heb ik drie gehoord. Onderwerpen? Ja. Twee... activiteit... Oh nee. Tradities. Oh ja. Eén Nederlandse traditie en een Portugese traditie. Traditie. Wat is de Nederlandse traditie? Traditie. Broccoli eten. Nee, dat ziet van een vlog. Oh shit. Oh, de nieuwjaarsduik. Ja. Ja. De nieuwjaarsduik. Ja, hebben we gedaan. Nou, Pieter niet. En een paar dagen later, Portugese traditie. We zaten binnen 's avonds, we hoorden gezang buiten. We dachten van, hé, waar komt het nou vandaan? Dus nou even kijken. Nee, waar komt het? Nee, jij zat gewoon te Netflixen en ik dacht, hé, ik ga even kijken. Ja, maar toen dacht je van, nou ja, ik weet het nog steeds niet. En toen hoorden we gebonk op de deur, op de poort. Toen gingen we toch maar kijken op onze sokken. Ik, want Pieter bleef gewoon zitten. Toen gingen we toch kijken op onze sokken. En toen stonden er mensen te zingen voor onze deur. Ja. En hoe heette het? Ageneros. En we doen nog even een rondje over de bouwplaats met commentaar. Ja, ik ga toch... Dit is de bouwplaats. Met zand, zakken, cement. En de buitenmuren zijn grotendeels schoongemaakt. We gaan nu de Videra in. Ja. De appartement nummer 1. De deurposten zijn op maat gemaakt voor onze deur. Smal? Nee hoor, die zijn heel goed. Oké. Okay. Gaan we hier rechts de badkamer in. Dan hebben we een plafond. Ja, dat komt zo. Dat was ik even vergeten. Maar we gaan zo even terug. Het is toch wel een beetje rommel. Dit is allemaal gestuukt. Als opslagruimte. Het plafond is helemaal klaar. Ja, die zit niet zo goed allemaal door het licht. Maar hier moeten ze nog gaan stuken. Maar dat komt goed. Die wand is al gestuukt helemaal. Ja, daar zijn ze. En daar is het plafonnetje. Kijk, daar komt hij hoor, het plafond. Ja. In de badkamer. Houten plafond met balkjes. Balken. Ja. Ja. Ja, dan gaan we naar buiten. Wat je daar ziet, dus, wordt ons huis, hè? Nog even voor degene die niet zoveel kijken. Dit wordt ons huis. En dit is de technische ruimte waar alle apparatuur komt. Dat gaat snel. Dit is het andere appartement. Ja. De Adega. Daar hebben ze de muren. Deze hebben ze al gestuukt. Ja, die is gestuukt. Oh, die ook gestuukt. De bovenkant moet nog wel dicht. En is in de badkamer bezig. Badkamer, hier is de slaapkamer. Hier gaan we de badkamer in. Daar zijn ze aan het stukken. Er komt geen plafond, dat komt gewoon helemaal tot het dak. Een hoog dak met een dak. Dak, licht. Velux, zegt ze ook hier. Dit is... Ja, gaan we weer terug. Wow, even snel. Ja, niet dronken worden. Een soort Efteling hier. Ja. Ja. Oh, nu gaan we weer langzaam. Dan gaan we naar buiten. Gaan we naar ons huis. Ja, daar wonen we nu. Rechts. Rechts en links gaan we wonen. Daar zijn de ramen al klaar om opgemeten te worden. En de voordeur, dit is de voordeur. We gaan door de voordeur. Yay. Hier komt de keuken. Hier is alles al gestukt. Ja. Dat is ook klaar. Alleen het dak moet dan nog geïsoleerd worden. En deuren en ramen erin en zo. Het ziet er een beetje gevlekt uit, maar dat komt omdat het nog niet overal droog is natuurlijk. Hè? Dus het komt allemaal goed. Ja. Hier gaan we naar het nieuwe gedeelte met het grote raam.
plafond is klaar. Dat wordt wel wit afgestukt. Ik weet niet waarom. Daar is het dus allemaal cement gewoon. Het scheelt wel verven. Het lijkt donker zo, hè? Ja, slechte camera. Dan lopen we hier naar de badkamer. Nu wordt voor een deel getegeld. En dit is onze slaapkamer. Getegeld. Ook klaar. Nou, en buiten is er nog één grote bende, maar dat komt allemaal goed. Ja, er zit wel structuur in. En dat staat niet op de agenda, maar ik ben gisteren onder leiding van... Hier op het zwembad, waar dat witte huisje staat. Dat is een, hoe heet het ook weer? Achter nog de tuin. Zwembad. Ja, even draaien. Ja, goed zo. Ja, ons huis. Toekomstig huis. Rechts de twee appartementen. Dat was het. Bedankt voor het kijken weer. We hebben trouwens bijna 150 abonnees. Dus mensen moeten er even op die knop drukken. Dat je subscribed. Dan gaan we naar de 150. Dat is leuk. Altijd leuk. Oh ja, en we hebben meer dan 50 werkdagen gehad. Zeker. En ik ben 50 geworden. Nou, hartstikke leuk. Allemaal. Ooit? Allemaal mijlpalen. Enorm. Nou, dag. Dag.